jullie je allerbest doen om hem een warm welkom te geven. Thijs, Thijs, kom op Thijs. Kom op. Hallo, goedemorgen. Voordat ik begin zou ik graag heel even iets willen doen. En ik hoop dat jullie mee willen werken. Dat is namelijk, ik ga me even omdraaien. En als jullie dan even op dat moment kunnen doen alsof ik heel erg cool ben. Iets met juichen of handel in de lucht. Zou heel fijn zijn. Tel ik even af. Oké, 3, 2, 1. Ja! Nou, dankjewel. Dit is de beste selfie die ik tot nu toe heb gemaakt. Want een goede selfie. Als jullie trouwens denken, wat doet u achter die prullenbak? Dit is gewoon hergebruik van plastic, hè? Dat weten jullie. Een goede selfie is misschien wel het belangrijkste wat een mens vandaag de dag kan hebben. En ik zeg dit zonder ironie. Ik zou mijn Facebook-vrienden, en dat zijn er best wel wat, toch niet echt graag laten zien dat het veel minder gaat of veel slechter met me gaat dan dit. Ik ben echt een sukkel voor die likes. En sommigen zeggen misschien dat het allemaal narcisme is. Dat de mensen die opgroeien met het internet en volwassen werden met sociale media zoveel van zichzelf houden dat het echt onuitstaanbaar is. Maar ik denk dat er iets anders aan de hand is. Narcissus was onvoorwaardelijk op zichzelf verliefd. Hij zag zijn reflectie en hij zag ook dat het goed was. Maar zo zien wij onszelf niet. Wij zijn permanent on-af, zou je kunnen zeggen. Onze identiteit is een project waarin voortdurend wordt geschaafd en gesleuteld. Wij zijn werk in uitvoering en voor minder dan groots en meeslepend doen we het tegenwoordig niet meer. Elke dag kunnen wij een nog betere versie van onszelf worden en dat is fantastisch. En het liefst stellen we die zelfgemaakte identiteit van ons dan ook overal ten toon. We delen graag de getuigenissen van ons leven op Facebook en op al die andere sociale media. En jullie weten zeker dat is waar die selfie zo meteen ook heen gaat. En toch knaagt daar iets, want hoe goed het nu ook met me gaat, ik vertel het niet aan Facebook wanneer ik mokkend in een stoel zit, wanneer ik boos op de wereld ben. Ik vertel het niet aan Facebook als ik mijn dag beroerd zie lopen, als ik jaloers ben op andere mensen die ook succes hebben, of die ook schrijven dat hun stukken wel worden geplaatst. Als ik de hele wereld als mijn vijand zie, of als ik een hele zinloze dag heb en ik alles ijdel en naïef en hopeloos vind. Als ik eigenlijk precies het tegendeel ben van een succesvol mens en ik zwelg in mijn eigen kleine verbittering. Mensen vertellen me wel eens dat daar iets aan te doen is, aan die dagen in zo'n stoel. Dat we moeten werken aan onszelf. En dat ik, als ik een wesp op mijn bril heb, daar ook iets aan kan doen. Als ik in mijn stoel zit te mokken, dan heb ik alleen maar een andere prikkel nodig. En dan kan ik daar vlug weer uitkomen. Het is heel simpel, want wij zijn ons brein. En als we niet in beweging komen, of als we onverstandige dingen doen, dan heeft dat te maken met onze hersenactiviteit. We weten steeds meer over onszelf en dus we kunnen onszelf ook eindeloos verbeteren. En onze obsessie met persoonlijke identiteit wordt zo langzamerhand een obsessie met persoonlijke verbeterzucht. Maar daar blijft het niet bij. Wat begint als een klein project van individuele verbetering, verandert dan in een rotsvaste overtuiging dat ook de wereld om ons heen eindeloos verbeterbaar is. Ongeduldig als we zijn met onze eigen zwaktes en gedreven om onszelf voortdurend te verbeteren, groeit ons ongeduld voor een samenleving die niet doet wat wij willen. Een samenleving die niet volmaakt is. Wat individueel begon, wordt ineens collectief. En het verbeter-evangelie wordt inmiddels gezongen door ambtenaren en door politici en door ondernemers en door wetenschappers en door allemaal mensen met de beste bedoelingen voor de wereld om zich heen. We kunnen mensen nudgen, zodat ze gezond gaan eten. We kunnen ze prikkelen om hun gedrag te verbranden, zodat ze alles doen wat verstandig voor ze is. En we zeggen daarbij, het werkt. Dus waarom zouden we dat ook niet doen? Wij zijn ons brein. De wetenschap dringt door tot in de kraamkamer van onze gedragingen. Lang leven de mens als een bouwpakket. Maar de vraag is, moeten we dat willen? Moeten we daar eigenlijk wel zo blij mee zijn? Als ik zit te mokken in mijn stoel en als ik de uren tel waarin ik niets heb gedaan en alleen maar internetfilmpjes heb gekeken en me per minuut slechter voel over mezelf, zou ik die gevoelens echt willen opgeven aan iemand die mij met een soort technologische, mechanische benadering van mijn grillen afhelpt? Misschien niet, want mijn zwaktes maken me mens. De Russische schrijver Dostojevski, Fyodor Dostojevski, schreef al in de 19e eeuw een boek dat heet Aantekeningen uit het Ondergrondse. En de hoofdpersoon daarvan is een verbitterde en een wrokkige en een narrige man die aan ongeveer alles om zich heen een hekel heeft. En deze man uit het ondergrondse houdt een woedende monoloog tegen een publiek dat onzichtbaar is, maar een publiek van goedmoedige mensverbeteraars en hun mechanische manier van denken. En ik lees nu een stukje uit Dostojevski voor. Dostojevski, hoe zijn al die knappe koppen op het idee gekomen dat de mens behoefte heeft aan een normaal en deugdzaam leven? Dat de menselijke wil per se gericht moet zijn op verstandelijk beredeneerd voordeel. Het enige wat de mens nodig heeft is dit.
zelfstandig te beslissen wat hij wil, hoe duur die zelfstandigheid hem ook te staan zal komen en waartoe die zelfstandigheid ook mag leiden. Juist aan al die fantastische dromen, zijn meest banale stommiteiten, zal hij zich vastklampen, enkel en alleen om te bevestigen dat mensen nog altijd mensen zijn en geen pianotoetsen waarop de natuurwetten zelf eigenhandig spelen. Einde citaat. Ik neem het op voor mijn eigen grillen, waar ik aan moet kunnen toegeven als ik daar behoefte aan heb, zei Dostojevski. En zijn tijdgenoot Alexander Herzen voegde eraan toe, ik wil niet dat mijn boosheid of mijn lijden ophoudt. Het is zo'n belangrijk mensenrecht dat ik nooit zou wensen om het ook maar op te geven. En instinctief begrijpen waarom die grillen zoveel waarde hebben. Waarom we misschien balen van onszelf als we wrokkig zijn en narrig en in een stoel zitten en de wereld om ons heen stom vinden. We zijn onverstandig, maar het zijn wel onze grillen. De man uit het ondergrondse van Dostojevski doet niet en nooit wat wel beschouwd het beste voor hem is. Hij is niet verstandig, hij is onhebbelijk en hij is onvolmaakt. Maar hij is tenminste mens. En dat is al heel wat. In onze wereld, in deze wereld waar we alles eindeloos lijken te kunnen verbeteren. Onszelf, de sociale omstandigheden, de psychologie die mensen drijft. In die wereld is het recht op onze onvolmaaktheid misschien wel het belangrijkste mensenrecht dat we bezitten. En Lowlands, laten we houden van dat mensenrecht. En verdedig het, omdat we houden van de mens uit het ondergrondse in onszelf.